Op het Hof van Saxe in Drenthe is de eerste 18-hole voetgolfbaan op een vakantieresort geopend. De opening werd verricht door de ex-profs Orlando Trustful en Willem Korsten. Ook waren FC Twente-speler Kenneth Pires en Utrechter Ricky van Wolfswinkel aanwezig. Zo'n 300 bezoekers van het resort liepen de openingsronde met de spelers mee. Ja, zeker uit. Hij ligt goed, hij ligt goed. Niet voor die bierman. Ik krijg hem op hol in. Ik krijg echt jammer. Hey, heb je een jas, Orlando? Is dit nu moeilijker dan voetbal? Volgens mij is dit een beetje voetbal, maar het is, ik snap wat je bedoelt. Het is lastig, het is een ander soort druk, een ander soort concentratie. Dus. Ja, het is lastig, maar wel heel leuk. Hoe gaat het nu? Volgens mij doe ik nog steeds bovenin mee. Ik zit bij de eerste vier, dus volgens mij gaat het best goed. Hoe groot is de druk bij jou? De druk is denk ik... druk, waar ze wel van druk kunnen spreken. Ik zie het als een uitdaging. Rick, hoe gaat het? Ja, slecht. Dan moet je schieten. Ga dan van de kant. Hoe komt het? Ja, dan moet je even wegwezen. Hé. Hey. Ah, het gaat best aardig. Slecht. Ja, kijk, het is best wel lang op baan, dus ik moet wel goed. Kenneth, wat heb je nou gedaan? Zeggen. Je hebt andere schoenen, waarom? Ik heb andere schoenen aangetrokken of geleend van een van die jongens. En omdat die wat ik aan had was niet zo goed, hè? Dus nu krijg je schoenen de schuld? Ja, altijd. Excuses zoeken. Nee, maar nu even deze proberen. Is dit nu moeilijker dan gewoon voetbal? Gezien de laatste hole wel, ja. Dat was niet al te best. Maar nee, het is meer. Ik moet zeggen, het is meer voor de lol vandaag. Hè? Omdat nu sta ik zo ver achter, dus nu is het voor de lol, anders niet. Wat ben je nou? Drie? Sorry? Drie? Of drie? Ja, Rick en ik staan aan kop. Rick en ik. Wat hebben jullie aan een voetgolfbaan? Nou ja, goed. We hebben twee dingen. We hebben iets met golf en we hebben iets met voetbal. 1-1 is 2. Een voetgolfbaan is dan voor Hof van Saxe natuurlijk iets heel bijzonders. En je ziet het hier ieder weekend weer. Vakanties, 400-500 man die volop bezig zijn om die nieuwe sport uit te oefenen. Ja, top. Ja, ik doe in ieder geval met de koplopers mee, dus dat is fijn. Hoe is de baan qua kwaliteit? Nou ja, dit is natuurlijk... Dit is je recreatiebaan. Kijk, Spaarnwoude is een officiële baan, dat is echt op een golfbaan. En dit is gewoon leuk voor mensen met kindjes die hier verblijven, dat ze hier kunnen spelen. En je ziet ook de reacties. Het wordt wel steeds minder nadat we bij hol 18 komen. Hol 1 zijn 200-300 man en nu is het 100. Maar het is in ieder geval leuk, de reacties van het publiek en zo. Dus, concreet voor elkaar? Goeie lijn pakken. Goeie lijn. Dat is een goede bal, hè? Waarvan we er maar 9 gedaan hebben vandaag. Op de 4e plek Willem Korsten met een score van 32. Op een gedeelde 2e plek Orlando Trustful en Kenneth Pires. Met een score van 31. En een score van 29, onbetwist kampioen vandaag. Ricky van Wolfswinkel. Had je gedacht dat je zou winnen? Ja, maar met zulke voetballers? Nee, niet echt. Maar je gaat er wel voor. En het ging goed. Ik was een paar keer heel gelukkig met de put natuurlijk. Dus, Hoe belangrijk is de geluksfactor met deze sport?
Ja, ik vind dat je geluk afdwingt. Maar ja, ik bedoel, je moet een beetje, je kijkt een beetje naar de baan en je gaat voor een bepaalde lijn. En als die dan erin gaat, ja, of het dan geluk is of niet, maar dat is wat je wil. Dus, Is het een goede baan? Ja, ik vind het een goede baan. Leuke baan, verschillende soorten banen. Met water ertussen, heuvels hier en daar. Nee, het is echt leuk en afwisselend.